nog bekend van Lieve Vrijheid. Kijken, Halsrijk de Tuin naar die snelle laatste bucht aan. Maar waar moet ik nou doen? Algemene hergroepering. Algemene hergroepering krijg ik vanuit de wedstrijd Wageningen. Zou dat doen? Dat is toch verleden, man. Er bestaan hier auto's. Ook in Nieuwe. Echt akker. Niet zo heel lang hier van presenteren. Misschien wel een wonder die geschieden. Helemaal keren. Algemene hergroepering. In die slotfase, dat toch dat gaan we slag naar de regie. Dat grote punt van de wetterhanger in de schoenwaaier snel terechter gespeeld. In die slotfase, nee, het is India Sotten! Het is India Sotten! Het is India Sotten! Nou, dat is gebeurd, heren! En dat is een goede hondertje. Vrienden, het is dan terug van Bovenen! De lokale van die vrouw. Ja, dat is inderdaad de finishschotter. India Lassalle. India Lassalle. Nu is het hard voor Laurens de Mulder. En op de derde plaats Frederik van Boven. Dat zou best het podium kunnen zijn. Ja, dat is allemaal een beetje. In elkaar schoven daar in de laatste minuut. Als we begin naar die kleine. Parallel met de Eindhoven. Is ze inderdaad beslissen geweest in deze wedstrijd? Maar met zekerheid kunnen we stellen dat de man van het Maro Koersen, 6-3, de man uit Robbenhuis, in de jaren stappen, die we zijn overwinning pakt, de zegen binnen, voor een sterk aanregende Laurens de Mulder. Als derde vermoedelijke Frederik van Boven. Zo best het voor kunnen zijn. Even de hoek, renners, dan zijn we nog een aantocht. De groene vlag die is nog niet de aantochtrij ingestreven. Dat betekent dat we de baan voor jullie krijgen. Ja, en wie zal er ook kunnen zijn?